te sterk. Ja, het is te sterk. Ja. Het koor, je hoort geen stemmen, je hoort eenstemmig. Ja, maar als je dat doet, ik dacht dat en een zaak. Dus en deze akoestiek van deze locatie. En dat we nou Sastien, het is het matste zo wijzen natuurlijk Jem als koor. Natuurlijk, volledig de zaal insjongen. En we zitten nu eigenlijk te zien dat het geluid vermengt met mijn koor. Het koor maakt ervoor. Maar dat neemt net waar dat ik het mij hoe eens ben. Ja, door Inge Bas minder. Hoe ging het? Hoe ging het? Ja, brijsband en koor is altijd wat moeilijk. Je hebt geen fanfare, maar harmonie eigenlijk. En dan hij je zachter. Hè? Een goed geoefende muzikant kan heel zacht blazen. Dus dat moet te doen wezen. En we kunnen links en rechts zijn en met de hele club compleet zijn. Dan kunnen wij onderling nog wel even kijken van wat voor partij blaas jij. En als dat verdubbeld is, zeg maar, dan kunnen wij nog wel wat uitdunnen. Er moeten wel wat dimmen, hè? Dus de koorklank komt zo niet uit natuurlijk als anders. Die stem verzinkt een beetje in die brazen natuurlijk, die tenorregister met name. En de bas net tenor. Die kon net vallen bij mij, want dat is meer een contrasttoon. En die zitten net echt, tenminste dat ze net heel goed blazen, zitten net in paard. Maar die eufonie moet met de blazen en dan zit die stem, die zit daarin natuurlijk. Dan maakt ze echt wel mijn grote stem komen, wil zoals daar pop uitkomen. We mogen straks naar huis gaan. Wilt u ons bewaren om de weg naar huis? En als dat kan, wilt u ons dan vrijdag weer bij elkaar brengen? Wilt u ook zijn met de leden die hier vanavond niet konden zijn, en wat voor reden dan ook? Wilt u ook zijn met Brouwer die vrijdag opgenomen wordt in het ziekenhuis en dat hij maar gauw weer thuis mag zijn? Heer, ik mogen vragen uit genade alleen. Amen. Iedereen wel thuis. Wel thuis. Stille nacht, heilige nacht, David's zoon, lang verwacht, die miljoenen in zacht. Heb je een Christ-favoriet? Ja, ik vind zelf Stille Nacht vind ik altijd geweldig. En het is voor u heel simpel om te blazen. Maar dat binnen lange noten wat eronder zit en de kerstzaken wel de fundamenten onderlezen. Christ-favoriet
Ja, dan moet ik de Bijbel toch tevoorschijn halen. Dat is Christus natuurlijk geweest. Heider schepselen hier. Dat is mijn, ja. Christus geboren is. Ja, dat Christus geboren is. Ja, dat is het belangrijkste. Dat kun je hem zo wel kunnen zeggen. En dan is het belangrijk, hoe zal ik u ontvangen? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat blijft. En daar, daar proberen we trots jongen. Ja. Ik de meeske van onder indruk te krijgen. Ja. In hoe je zijn van goeie zijn. Ja. Ja.